Ik werd eind vorig jaar gevraagd om mee te doen aan een televisieprogramma van Splinter Chabot. Uh, over Kunst van het Binnenhof. En, uh, en ik voel ergens wel de, de verplichting in het kader van, van het werk wat ik doe, om daar wel heel veel over te vertellen aan, aan het Nederlandse volk in het algemeen. En, uh, maar ik zag er tegen op om uh, voor de camera's te, te, te staan en, en dat verhaal te vertellen. En uh, uh, we hebben een dag ingepland voor de opnames en er kwam een hele filmcrew uh, mij filmen eigenlijk in dat interview met Splinter Shabot. En uh, ik werd dan gerustgesteld: Oké, okay, nou we, we doen het rustig aan en als de teken niet lukt, dan, dan maken we het opnieuw en we gaan net zo lang door totdat jij tevreden bent. En ik heb vooraf aan de opnames een aantal balansen met mezelf gedaan. En een paar daarvan die waren iets zoals: uh, ik kom goed op de camera over, of uh, ik kom goed uh, uit mijn woorden. Uh, um, even, even denken welke nog meer. Uh, ik ben leuk om naar te kijken op, uh, op televisie en, en zulke <tossimus> soort dingen. Dus allemaal overtuigingen die mij wat. Uh, uh, zelfverzekerder zouden laten overkomen uh, bij die tv-opnames. En ik stond zelf versteld van, van het feit dus dat alle takes gewoon in één keer gingen. Dus we, we hoefden geen take te herhalen. En dat het een hele succesvolle uh, uh, televisie-uitzending uiteindelijk is geworden. Ik heb er heel veel complimenten over gehad. Ik heb balansen gedaan met mensen en, en, en zulke veranderingen bereikt dat, dat het dan echt bijna. Uh, een, een wonderbaarlijke, ja, het, het bewijst wonder van Psyche uh, Het eerste balans, de eerste avond uh, van de basiscursus heb ik met mijn man gedaan. En die wilde heel graag uh, zich zijn dromen herinneren. Dus uh, de, de overtuiging die, die hij dan uh, had, was ik kan me makkelijk mijn dromen herinneren. En ik heb een balans voor nieuwe richting met hem gedaan. En de volgende ochtend werd hij wakker en hij kon me minimaal zes dromen vertellen. <laughs> dus dat is eigenlijk nog groter bewijs hoe psychica werkt. En laatst hoorde ik Paula zeggen dat het eigenlijk een soort van life hack is. En uh, ik, ik vind dat ik alleen maar mazzel heb om zo'n life hack in mijn leven te bezitten. Om dus alle, alle moeilijke uitdagingen makkelijker aan te kunnen. En, en ook wel een hack om makkelijker je dromen te realiseren. Dus eigenlijk, een, een, ik vind dat dromen eigenlijk een soort van toekomstbeelden van jezelf zijn, waar je dan naartoe kan werken, of als je dat wil. En psychika helpt je alleen maar daarbij. De advanced is net een uh, graadje hoger. Dus dat is dan net. Dus al, alle dingen die we dan in, in basisworkshop hebben gedaan. Dus dat is dan net een andere level. Dus je, je, gaat, je gaat alles veel, veel dieper ervaren. De, 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 de balansen die je, die je doet met jezelf en anderen. die, die vinden dan op een, op een veel dieper niveau plaats. Dus het is echt alsof uh, alle puzzels in je op hun plaats vallen. Dus dat uh, alsof alles dan ineens geordend is. En zo voelt het bij mij. Ja, echt. Aan iedereen. Ja, ja echt van harte.